Dames en heren, geachte raadsleden, van harte welkom terug hier, wil ik zeggen, na het zomerreces in de raadzaal van de gemeente Hardenberg. Fijn u allemaal weer gezond en wel aan te treffen. Ik open de raadsvergadering van dinsdag 5 september 2017. Ik zeg gezond en wel. Dat geldt niet voor de heer Kloekhorst, want die heeft zich ziek gemeld. Dus we wensen hem van harte beterschap. En de heer Prins is vanwege familieomstandigheden afwezig vanuit het college de mededeling. Dat voor wat betreft de opening en de mededelingen. Ik zie de heer Boersma ook nog een beweging maken vanuit een andere hoek. Dus vandaar dat het mij niet direct opviel. De heer Boersma, aan u het woord. Dank u wel. Na de verkiezingen in maart 2010 werd ik lid van uw raad. En door de fractie gekozen tot fractievoorzitter. En deze prachtige taak heb ik ongeveer 7,5 jaar mogen uitvoeren. En die draag ik vanaf vandaag over aan Zaken-Christiaan Stelstra. Je kunt het ook zien, we zitten op elkaars plek. We hebben dus van plek gewisseld. Ik doe die stap terug omdat ik na de verkiezingen op 21 maart niet terugkeer in deze raad. En om Stelstra als beoogd lijsttrekker alle ruimte te geven om richting de verkiezingen het profiel van de ChristenUnie uit te dragen. En tot de verkiezingen van 21 maart blijf ik met energie en enthousiasme deel uitmaken van uw raad. Ik dank u wel. Dank voor de mededelingen. U blijft in de raad aanwezig. Dus we nemen absoluut geen afscheid van elkaar. En willen de heer Stelpstra natuurlijk veel succes wensen als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dat waren dan wel alle mededelingen. Ook vanuit de zijde van de raad. Ja. Akkoord, dan gaan wij naar gezondheid, de actuele vragenronde. Zijn er vragen voor de actuele vragenronde? De heer Rodemans, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik stel een vraag naar aanleiding van de publicatie, onder andere in de Stentor van donderdag 31 augustus 2017, met de kop Ontwikkelaar Hardenberg heeft plan. Klinkt altijd bemoedigend. Het gaat over het gebeuren rondom de ontwikkeling van de Kastanjehof. Mijn vraag hierbij is, excuses, ik werd al bijna geholpen door Siri. De Kastanjehof, er is een en ander gebeurd in de zomervakantie in de nieuwsmedia in ieder geval. En dat heeft mij geleid tot het stellen van deze eigenlijk twee vragen. Even kijken, is de gemeente Hardenberg, is het college bereid om na te denken over een duurzame business case ten aanzien van de Kastanjehof, omdat hier nogal wat kritische geluiden over zijn vanuit onder andere de gebruikers van dit pand? En ten tweede, is het college ook bereid om na te denken over een andere positie dan de huidige ten aanzien van dit pand met betrekking tot de exploitatie, bijvoorbeeld door het aanstellen van een marktpartij als exploitant? Dat zijn de vragen die ik wilde stellen op deze mooie dag. Akkoord. De Kastanjehof, actuele vragen. De heer Prinsen is niet aanwezig, zoals ik net al meldde. Ik doe normaal gesproken zijn vervanging. Maar omdat ik ook uw voorzitter van de raad ben, is er in het college afgesproken om de vervanging te laten doen door de heer Jansen dit keer. Ik hoop dat hij de vraag voor u naar tevredenheid kan beantwoorden. Ik leg gelijk een druk op uw schouder. Heer Jans. Ik voel me heel spannend, want ik zit in de positie dat ik nog een keer kan zeggen, dat weet ik niet. Dat vragen we, dat zoeken we nog even voor u uit. In antwoord op die vragen, ja zeker zijn wij met het stadhuis doen, die voor ons de uitvoering daar doet, in gesprek over de ontwikkelingen. We zijn in gesprek met de huurders, met de gebruikers. En ik hoor u zeggen over kritische dingen. Ik heb heel veel positieve dingen gehoord. En dat gaan we verder uitwerken. En we kijken naar wensen, we kijken naar ideeën. We zijn aan het inventariseren wat er allemaal is. En er is visie ontwikkeld en momenteel kijken we naar de haalbaarheid van de uitvoering van de plannen die daar met die verschillende starters zijn in samenwerking met Stadhuis doen. En ik denk dat we voor het eind van dit jaar echt een heel concreet businessplan hebben liggen.
Ik ga even naar de doelen. Wat wilden we? We wilden economie bevorderen. We wilden werkgelegenheid bevorderen. We wilden nieuwe economie aanjagen. We wilden innovatie hebben. En er ontstond in dit laagdrempelige gebouw een situatie waar een heel aantal van die starters bij elkaar gingen zitten, waar een mooie broedplaats ontstond. Dat is een kwestie die we graag willen aanjagen. Want dat zijn toch wel de, als ze een beetje meezitten, de starters van nieuwe ondernemingen. Daar hebben we vaak meer van te verwachten dan een onderneming die in Amsterdam zit en die we graag naar Hardenberg zouden willen halen. Nou, Stadhuis Doen als uitvoerder. Dit is een middel, Kastanjehof, waar we aan het werk gaan, waar je ook tegen een lage huur, waar je goed bij elkaar kan komen. Nou, laten we die broedplaats nou eens even laten gaan. Dat is eigenlijk waar we met z'n allen mee bezig zijn en waar u ook in meegenomen bent. Nou, en waar gaat dat dan toe leiden? Nou, als dat uiteindelijk ertoe leidt dat je het of beter op een andere plek kan doen, of beter door iemand anders, dan zijn we natuurlijk bereid om ook eigen posities enzovoort ter discussie te stellen. Maar op dit moment, op de korte termijn, hebben we iets van laten we dit nu eerst eens even lekker gaan aanjagen. En laten we eerst eens even met elkaar die ontwikkeling laten gaan en dan verder kijken. Maar er is niets in beton gegoten. Dat is eigenlijk het antwoord wat ik wilde geven. Akkoord. Dank u wel voor de beantwoording. Voldoende voor de heer Rodemond. Ik dank in ieder geval het college voor deze beantwoording. Het is ook voldoende. Ik wil even onderstrepen dat wij ook zeer enthousiast waren en nog steeds zijn over het plan zoals het er nu ligt. Alleen wilde ik wat zorgen wegnemen zoals die leken te reizen. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Voldoende voor dit moment. Andere vragen nog voor de actuele vragenronde? Dat is niet aan de orde. Dan gaan wij door naar agendapunt 3. De vaststelling van deze agenda, die op zich vrij beperkt is met enkele hamerstukken, maar ik zie de hand van mevrouw Luijten. Dat klopt, voorzitter. Ik wilde eigenlijk voorstellen om punt 7, de verklaring van geen bedenkingen over de zonnepanelen op de vuilstort, voorstellen om die naar de spreekpunten te verhuizen als de rest van de raad het daarmee eet. We kijken even rond of dat zo is. Akkoord om daar nog een bespreekstuk van te maken. In principe wel, alleen het is voor mij wel een goed gebruik om in het huis ook een reden aan te geven. Wellicht wil mevrouw Luijten die nu al prijs geven. Dan zal ik me alsnog even aan dat gebruik houden. Dat is geen enkel probleem en wij hebben daar een vraag over. Goed, dus het blijft nog even spannend. Maar ik bespeur wel dat uw raad akkoord is om dit als bespreekstuk te agenderen. Dan gaan we even hernummeren en dan wordt dit agendapunt 6, verklaring van geen bedenking. En dan vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Gezondheidspark blijft hamerstuk en wordt 7. Akkoord, al dus de agenda vastgesteld. En dat brengt ons bij het spreekrecht voor de agendapunten. Dus de behoefte om in te spreken, dat is niet het geval. Agendapunt 5, het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 18 juli 2017. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen aan de voorkant en ook nu heeft u geen opmerkingen, zie ik. Dat betekent dat we die kunnen vaststellen. Komen we bij de bespreekstukken, zoals gezegd. Bespreekstuk nummer 6, verklaring van geen bedenking voor het gebruik van de zonnepanelen op de vuilstort het bovenveld. Het is een ruimtelijk ordeningsbesluit, zeg maar, wat hiervoor ligt. Maar de PvdA heeft hem geagendeerd. Wie mag het woord geven? Mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. Even voor alle duidelijkheid, wij vinden het een heel interessant plan. Het is een geweldige locatie waar niemand last van heeft. Het draagt ontzettend bij aan onze duurzame ambities. En ik moest toch ook denken aan de Rova, dat zijn wij zelf tenslotte. Dus helemaal mooi dat wij zelf beginnen met die ambities. Maar tegelijkertijd hebben wij als PvdA-fractie een vraag. We hebben eerder dit jaar met deze raad op een informatiebijeenkomst gesproken onder andere over criteria die we willen benoemen waaraan we dit soort voorstellen en plannen gaan toetsen als het gaat over duurzame energie. En een van de dingen waar wij het op die avond, althans leek het met z'n allen, toch wel behoorlijk over eens waren, was dat we vinden dat dit soort plannen ook ten goede moeten komen, linksom of rechtsom, op de een of andere manier aan onze eigen inwoners. En nou ligt de eerste grote plan wat voor ligt,
lees ik daar niks over terug. Nou gelden die criteria natuurlijk nog niet, dat begrijp ik ook. Maar ik wilde wel graag van het college weten of ze hierover na hebben gedacht en of ze hierover met de ROVA in gesprek zijn geweest of zijn. Ik begrijp ook dat er haast is bij dit ding in verband met subsidies. Maar ik was gewoon benieuwd naar de opvattingen van het college hierover. En toelichting nog zeg maar, op dit dossier, hoe het college erin zit rondom betrokkenheid van de omgeving. En ook daarvoor kijk ik toch even naar een andere vervanger dan u wellicht zou verwachten. Niet in mijn persoon, maar de heer De Vent. Is natuurlijk ook portefeuillehouder voor duurzaamheid. Voorzitter, als ik even mag verduidelijken. Het gaat ons heel expliciet niet alleen om de omgeving of de omwonenden. We hebben natuurlijk gesproken dat het juist in het kader van burgerparticipatie ook breder in de gemeente zou moeten. Akkoord. Dank u, voorzitter. Hoort dat u zegt, Rolf, is van ons allemaal. Dat is inderdaad ook zo. Daar komen we straks misschien nog wel weer op terug in het volgende onderdeel. Maar voor nu, mooi plan, Zonneveld, zoals u zegt. Wat vanavond voor ligt, is een verklaring van geen bedenken inderdaad over de ruimtelijke toets. En de ruimtelijke toets heeft u kunnen lezen in het voorstel zelf. Het heeft te maken met het vergroenen zeg maar, van de omgeving en de afspraak om het te verwijderen na 25 jaar gebruik. Dat zijn harde criteria die zijn opgenomen en die wil ook de provincie in die zin zeg maar, in het vergunningsproces gaan borgen. Uw vraag rondom criteria, dat is terecht. We hebben daar inderdaad met elkaar en als met de raad volgens mij in de aanloop naar een voorstel wat zover ik nu weet over 2 weken hier wordt behandeld rondom duurzaamheid en energie. Heel vaak gesproken over de criteria waaronder wij bijvoorbeeld energieplannen mogelijk willen maken. En dat heeft ook te maken met participatie. Dat heeft ook te maken met lokaal eigenaarschap. Daar hebben we het met elkaar heel vaak over gehad. Als het gaat om participatie, ik weet dat de ROVA in de aanloop de vergunning, want ze zijn ook nog bezig met de subsidieaanvraag op dit moment. Met de omgeving heeft gesproken, met beide betrokken plaatselijk belangen, Reemseveen en Heemseveen. Maar ook vanuit het Ommense deel. Daar is ook stilgestaan bij de hele planontwikkeling. En er is ook gezegd van, nou, zo willen we het gaan inpassen. Dus puur over de inpassing. En ik heb begrepen van ROVA dat ROVA heeft gezegd, op het moment dat we door kunnen met het plan, dus als de vergunning is afgegeven, daar willen we ook nog een keer met de omgeving in gesprek juist over die participatie. Dus dat komt terug in het vervolgtraject. Dus eerst nu het technische deel zou ik willen zeggen. En in het tweede deel de participatietraject. De fractie van de Partij van de Arbeid akkoord? Zeker, ik heb nog één vervolgvraag. Want ik ben wel benieuwd wanneer het voorstel van het college dan komt waarin we die criteria daadwerkelijk ook met elkaar zullen vaststellen. Zodat daarna nieuwe initiatieven daar... Sorry, luister ook eventjes naar mijn buurman. Dan kan ik u vertellen dat vanochtend het voorstel is vastgesteld door het college. En zover ik het nu kan beoordelen, als de agendacommissie het toelaat, over 2 weken hier wordt besproken. Ja, dat is natuurlijk altijd afwachten. Goed, maar het college heeft het eigenlegd, het duurzaamheidsrij. Dank ook voor de beantwoording in de richting van het college. Dat was het bespreekstuk. Wou ik bijna zeggen, maar we moeten er nog wel een besluit over nemen. En mijn vraag is aan uw raad. Kunt u instemmen met het afgeven van deze verklaring van geen bedenking? Is dat akkoord, CDA-fractieakkoord? Stemverklaring? Als u behoefte heeft aan een stemverklaring. Bij deze? Vanaf de zijde van de ChristenUnie. Als fractie zijn we zeer content met het voorliggende initiatief. En we zien dan ook we zien dat het zeg maar, met de plaatselijke belangen en de omwonenden een goede afstemming heeft plaatsgevonden. Dat er geen landbouwgrond aan de bestemming wordt onttrokken. En dat er sprake is van dubbelgebruik en het geheel heel goed inpasbaar is in de omgeving. En last but not least, en dat het plan ook significant bijdraagt aan het te behalen duurzaamheidsdoelstelling van onze gemeente. En met de zojuist gedane toezeggingen zijn we ook erg blij mee. We wensen de initiatiefnemer met alle betrokkenen een goede verdere invulling en uitvoering van dit project toe. Akkoord, daarmee is de ChristenUnie akkoord, het CDA is akkoord, GroenLinks akkoord, VVD akkoord, D66, Rob Poesman nu en de Partij van de Arbeid akkoord. Daarmee is het voorstel aangenomen. Brengt ons bij de hamerstuk van vanavond, agenda punt 7. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Gezondheidspark, partiële herziening ziekenhuis. Behoefte aan een stemverklaring? Dat
Dus in ieder geval, ik vraag u, kunt u instemmen met dit voorstel? Alle partijen hier aanwezig stemmen in met dit voorstel. Unaniem aangenomen. Akkoord. Dank u wel. Agendapunt 8, de rondvraag voor deze raadsvergadering van dinsdag 5 september. U hoeft om gebruik te maken van de rondvraag, dat is niet het geval. Dan brengt ons dat bij de sluiting van deze vergadering. Agendapunt 9, ik sluit de vergadering om 7:20 op dinsdag 5 september 2017. En om 7:30 gaan wij door met de oriënterende ronde. De vergadering is gesloten, dank u wel. Thank you.